30 jaar herinnering aan Janine, de rolfiguur in Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarvan maak ik er 26 jaar uit. Dus ik heb 26 jaar herinnering aan haar. Dan denk ik als eerste aan mijn eerste buitenlandopname in Israël. En dat was de huwelijksreis volgens mij van Ludo en Janine, hun eerste trip. En dat voerde ons naar Israël en onder andere naar de Dode Zee. En de Dode Zee, daar zouden wij de tango dansen. En je moet weten, Caroline had toen nog heel kort haar. En dat is heel anders dan zoals het er nu uitziet, behalve dan dat ze er nog mooier op geworden is. Maar wij dansten daar de tango aan de voet van de Dode Zee. Maar daarvoor moesten we 's ochtends om 4 uur al ter plekke zijn om bij het opgaan van de zon die dans te kunnen doen. Op het moment dat we daar stonden en daar opgebouwd werd, was het één grote sterrenhemel. En Caroline, toen mijn collega, keek met mij zo naar boven en we waren zo verwonderd over hoe ongelooflijk prachtig het daar was. En op een gegeven moment kwam de zon op boven Jordanië en wij gingen dansen, maar dat was zonder muziek. Die muziek wordt er dan later ondergelegd. Dus wij hoorden alleen maar het krassen van onze schoenen over die zoute vloer van de Dode Zee. En dat met die opgaande zon, ja. Ik heb ongelooflijk veel leuke scènes gespeeld met Caroline. Maar de scène die mij het meest is bijgebleven is wel de scène waarin wij uiteindelijk in bed belanden en een kindje maken. En hoe is dat gebeurd? Ja, wij hadden allebei ruzie met Ludo. Wanneer ga je nou wel een keertje naar me luisteren? Laat me los! Ik kan je niet zeggen hoe erg ik genoeg ervan heb! Hé, hey, ja, ik gezellig. Dan zit je al in een rolstoel en dan word je ook nog eens een keertje doof door dat hysterische getetter van jou. Janine loopt naar boven. Ludo zit in een rolstoel, die kan niet weg. En ik loop Janine achterna om te troosten. En ja, dat troosten, dat is een beetje uit de hand gelopen. Het was best wel lastig, want ik was nog jong. En ja, dan ineens met zo'n grootheid, zo'n scène moeten spelen. Dat was moeilijk, maar uiteindelijk is het heel goed geslaagd. En er is een nieuw karakter in Meerdijk gekomen. Ja, dat werd onze zoon natuurlijk. Heel leuk om met Caroline samen te werken. En ook weer nu, in mijn nieuwe tijd, in Goede Tijden, is het weer geweldig om met Caroline te werken. Dus ik hoop dat er nog heel veel mooie scènes zullen volgen tussen ons twee. Allereerst wil ik heel graag Caroline ongelooflijk feliciteren. 30 jaar, dat is toch echt, ja, fantastisch. Ik hoop dat ze nog heel, heel erg lang blijft samen met Erik. En als ik denk aan scènes van Caroline, ja, dan moet ik toch denken aan dat dansen. De tango dansen. Dat is zo mooi. Dat geeft zo die liefde weer tussen die mensen. En ja, er zullen wel meer mensen zijn, denk ik, die dat noemen. Want ja, dat is gewoon hun ding. Ergens buiten in de natuur of in de set, in de woonkamer. Ik vind het echt altijd prachtig. Maar er is nog één scène die ik ook wil noemen. Wanneer Ludo dan helemaal, misschien wel nooit meer terugkomt. En op een gegeven moment aan het dromen is en eigenlijk bijna niet meer kan. En dan in zijn droom denkt hij aan Janine en hebben ze contact met elkaar en spreken ze met elkaar. En dat geeft hem dan weer de kracht om dan toch door te gaan. En dat vind ik ook zo mooi. De mooiste scènes zijn toch altijd wanneer je de grote liefde ziet tussen Ludo en Janine. Elke ochtend als ik wakker word, dan draai ik me om en dan heel even verwacht ik dat hij naast me ligt. Dus ja, op de een of andere manier blijf ik hoop houden. Ja, Caroline, wij spelen natuurlijk al 50 jaar samen. Maar er is één scène die is me echt bijgebleven. Wij hebben natuurlijk heel even wat gehad samen in de serie. Loes. Oh. Relax. En één keer mocht ik jou gewoon jouw superheld zijn. Uiteindelijk is Ludo natuurlijk je held, maar ik mocht één keer je held zijn. Je was ontvoerd door die gek. En dan kwam ik op mijn motor aanrijden en heb ik die gast helemaal in elkaar gerost. Voor jou. Dat heb ik voor jou gedaan. Toen mocht Ludo ook nog even iets tegen zijn hoofd aangooien. Voor jou. Laat los! Ga weg!
Janine. Janine. Blijf van haar af. Hoor je me? Janine. Ja, Janine. Ja. Keto, zo noem ik jou, Keto. Ja, joh, we hebben natuurlijk al heel lang samen gespeeld. En ik hoop nog heel lang met je te spelen. Wat voor lijn, dat weten we natuurlijk niet. Ik weet niet of we ooit nog samenkomen. Die kans schat ik heel klein in, maar je weet het nooit. Hé, ja, Caroline en ik, wij spelen natuurlijk al heel lang samen. Vroeger was het altijd wel heel gezellig. Deden we altijd een huilwedstrijdje, het snelst kon huilen. Maar de laatste tijd doen we heel veel wedstrijdjes, wie het beste kan spelen dat hij heeft gebloot of heeft gedronken. En daar komt dan ook mijn favoriete scène vandaan, namelijk de scène dat wij samen hadden zitten blowen. Wat natuurlijk super geestig was, want dat is echt helemaal niks voor ons. Dus met trots presenteer ik onze blow-scène. Oh, hiervoor zullen Anton naar beneden gekomen zou zijn. Ik weet zeker, hij zou gewoon echt zeggen, Lin. Schuil in. Zeg, schatje, ben je tegen een bus gelopen? Ben je gewoon blij om mij te zien? Maar Leen, luister. Wij moeten dus echt even heel nodig praten. Hè? Ja, want hoe vind je zelf dat je eruit ziet? Ik bedoel, ik vind je schat van een meid hoor. Maar die doktersjas van mij, die heeft dus meer seksappeal dan jij. Je lijkt gewoon een witte boterham. Zo'n verse boterham met een knapperig korstje. Oh ja, en dan heel dikke roomboter erop. En hagelslag en een beetje pletten. Zo lekker. Oh, heb jij ook zo'n hoor? Oké. Okay.